En dan wordt juist gemeld dat twee bataljons van het 1e legerkorps in Assen vanavond zullen uitrukken om een aantal dorpen in Groningen uit hun isolement te verlossen. Het gaat onder meer om steden. Vooral in de drie noordelijke provincies werd de treininloop ongunstig beïnvloed door de voortdurende stuifsneeuw, die over lange trajecten de rails geheel onttrok aan de waarneming van de machinisten. Het spreekt vanzelf dat hier slechts langzaam gereden kon worden. Op vele plaatsen in het noorden werd een beroep gedaan op dienstplichtige militairen van het Panzerinfanteriebataljon uit Assen. De soldaten, die onder andere de opdracht kregen om de blokkade van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden op te heffen, leken bijzonder blij te zijn met het vooruitzicht op een gezonde ontspanning in de sneeuw. Daaroverheen kwam vanmorgen de sneeuw, die door de storm werd opgejaagd en die vrijwel alle wegen onbegaanbaar maakte. Metershoge sneeuwduinen maakten van het landschap een barre woestenij. De regionale zenders werden ingeschakeld om de mensen in het noorden van advies te dienen bij deze winterse ellende. Voor de inwoners van Noordbroek, die hebben nog steeds geen brood. De brandweer uit Oosterbroek gaat brood halen uit naburige gemeenten en brengt dat bij de micromarkt in Noordbroek. Dus de mensen in Noordbroek die geen brood meer hebben, want in Noordbroek zelf schijnt geen plakbrood meer te krijgen te zijn, kunnen naar de micromarkt vanmiddag en kunnen daar brood gaan halen. Dat heeft de brandweer dan gehaald. Natuurlijk wel een beetje zuinig omspringen. De situatie is beroerd. En de mensen hebben het zwaar, de dieren trouwens ook. Maar het zal tot een ramp hebben kunnen worden als die sneeuwstorm van 1-2 dagen pakweg een week lang zou hebben doorgeduurd. Dat is gelukkig niet het geval. Men begint nu de situatie meester te worden.